Studenten van de opleiding Technicus Techniek en Design en Technicus Mechatronica hebben na weken van hard werken hun producten gedemonstreerd. Techniek en Design maakte een modulaire wand en Technicus Mechatronica ontwikkelde een blikkenpers. Onze studenten hebben een project gekregen waarbij ze in een periode van 8 weken een blikkenpers moeten bouwen. En dat doen ze vanaf het ontwerp tot eindproduct. En vandaag is het demonstratie en dat noemen wij de blikkenpersbeurs. Dat doen wij alsof wij hier een horecabeurs hebben waarop ze de blikkenpersen gaan demonstreren. Is het iedereen gelukt? In principe is het van iedereen gelukt. Er zijn er een paar die hebben hun blikkenpers hier neergezet en die hebben wat probleempjes gekregen bij het echte... Bij het echt laten werken. Ze zijn wel allemaal werkend opgeleverd. Ze hebben hun werk heel goed gedaan. We hebben de presentatie van de modulaire wand. We zijn een samenwerkingsverband begonnen als ROC met de netwerkschool en de ontdekfabriek met Hugo Vrijdag. En wij maken voor kinderen van de leeftijd van 8 tot 12 jaar maken wij een principe duidelijk om een kogel in een baan te laten lopen volgens een natuurkundig principe. Het was wel moeilijk, een heel groot proces, maar ja, het was wel een leuk proces. Wat was de grootste uitdaging? Om het werken te krijgen alles. Het is best wel pittig. Ze hebben keihard gewerkt, ze hebben heel veel geleerd. Op deze manier leren ze ook lekker omgaan met stress. Want je wilt toch laten zien wat je kunt.